gebouwd in 1989. Ja. Het is nou lekker, hè? Ja. Waar komen we vandaan? We komen uit een Dungen. Uit een Dungen, oh ja. Maar van oorsprong kom ik iets verder vandaan. Oké. Ah, ja. Uit het Limburgse. Oh, het Limburgse zit. Ja, uit Borne. Met de zachte, nog zachtere G dan in Brabant. Borne zit daar. Ja, oh, zit daar, ja. Okay, en, we wonen toch al vanaf 96 hier. Of vanaf in een Dungen dan? Ja. Ja. En dan ben je lekker samen een eindje aan het fietsen. Ja, het is mooi weer dus. Ja, elektrische fiets, hè, zie ik wel. Ja, dus, dat heb ik wel, hij niet. Oh, hij heeft het nog niet nodig. Nee, ja, dat kan. Niet iedereen wil een elektrische fiets. Hij heeft een racefiets, dus hij kan veel harder als ik. Dus, ja, dat betwijfel ik met een elektrische fiets. Dat haal ik toch niet met de dat haal ik echt nog niet met dat hoor ik niet. Oh. Oké, okay, ja, goed dan. Bah ja, hoog, ja. Dan heb je nog conditie genoeg. Ja, en volgend jaar kan het anders zijn, dat weet je toch niet, hè? Ja, zo is het. Ja, ik zeg daarom heb ik ook een elektrische fiets, hè, dat het makkelijker is. Ja, nou zeker. Ja. Nou, dan kun je er net mee weg, hè, met een elektrische fiets. Ja. Nou, ja. Fijne dag, zo zeg. Je staat op de film, ja. Nou, hè? Sta ik op de film? Jij staat op de film, nou. Oh, dan kennen ze me dadelijk als de bonte hond, hè, van de Dungen. Nou, oké, okay, ja. Je zegt het zelf, dus. Als Limburg, zeg. Uit de Dungen. Komt u ook uit Limburg? Ben ja, u samen hij is mijn man, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar ik kon zeggen dat u in de Dungen woont en hij in Limburg. En dat, Nee. We wonen al 25 jaar in de Dungen. Oké. Okay. Ja, is ook een mooi dorp. Ja. Ja, zeker. Ja, zeker. Dicht maar bij ja, bos. We blijven Limburgers altijd praten met elkaar en dan verleer je dat niet, hè? Nee, maar dat is ook, ik vind het een mooi taaltje, eigenlijk. Ja. Ik vind het mooier als het Amsterdams. Ja, ja, toch? Ja. Hier zitten nog twee genieters. Ja. Lekker nou, hè? Ja, het is ook lekker. Ja. En u komt van hier ook uit de buurt? Of? Ja, uit Rooi. Oh, uit Rooi? Ja. Sint-Oederode. Sint-Oederode, ja. Ja. Oké, ja. Okay, ja en u maakt gewoon een rondje. Wel, niet te ver gewoon. Het is een mooi rondje zo. Liemde, ja. Boksel misschien. Ja. 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 Ja, het is heerlijk weer, hè? Nou, vandaag is het weer afgelopen, hè? Het goede weer tenminste. Ja, ik zou dus straks dat de volgende weekend weer ijs en dingen komt. Ja. Ja. Dus daar gaat de rit naar Bokstel of? Nee, naar Rooi toe. Oh, terug. Je bent op de terugweg nou. Ja. 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 Ah. Over Holland of Holland of over, hoe heet het, Boskant. Boskant, ja, ja, ja. Over Boskant. Maak ons rondje wel vol. Ja, en hoeveel kilometer heb je dan gefietst? 50 of zo? Of 40? Zoiets, ja, 50. Ja, ruw geschat. Ja. 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 Oké, dat is mooi. En nou, waar zitten we eigenlijk? Wat? Waar zitten we eigenlijk? Een Liemde. 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 Oh. Oh, dus je bent al verder van huis dan? Veel verder. Oh, ja. Ja, dan komt... naar Sint-Oederode toe en dan van Sint-Oederode naar Best. Ja. En dan van Best naar Bokstel weer. Oh ja. Ja, dat is een mooi ritje. En u komt eigenlijk uit, weet je nog uit? Dit jaar is Sadeel. Ja. Ja, je wou toch een leuk programma hebben? Je wou toch een leuk programma hebben? Ja, dat wil ik wel hebben. Het gaat ook nergens over. Nee, je bent aan het opnemen. Maar ik hoor niet echt Brabants, maar misschien toch wel een beetje. Maar... Ja, wij komen wel uit Brabant. Ja. Ja. Maar niet uit een derp, zoals wij daar zeggen. Ja. Of toch wel? Zou kunnen. Ja. Iets groter, iets groter derp dan. Iets groter dorp. Ja, want daarom gaan we hier fietsen. Ja. Dat is natuurlijk een geweldige omgeving hier. De natuur in, hè, met z'n allen. Ja. Ja. Ja, en bent u nou ver van huis of niet? Nee, ik ben niet meer van huis. Oh. Ja, ja. Ja. Ben je bij de Dommel geweest ook, of niet? Al lang eroverheen gefietst. Welke Dommel? Ja. Ja, de Dommel. Ja, je hebt ook een stil Dommel, noem je dat? Een Dommelskanaaltje. Ook Dommel genoemd, hè? Als je hier over komt, een Dommel tegen. Ja, maar je hebt ook het Dommelskanaaltje heb je ook, hè? Dat is het kanaal dat gegraven is. Dat is bij Bokstel, maar... Een Dommels bier heb je ook trouwens. Ja, maar dat is weer verder bij Valkenswaard, hè? Ja, dat vinden we niet. Oh, maar je hebt de koffie bij, zie ik. Nee hoor, dat is niet. Nee, koud drinken. Nee, het is geen koffie, het is niet bruin genoeg. Niet eens water. Oké. Je bent dus weer gedaan? Ja, we hebben een kastje aangestokt. Kaarsje aangestookt, ja. Ja, ja. Een speciale bedoeling of... Wat bedoel je? Speciale bedoelingen of doe je dat altijd? Nee, als wij gaan fietsen en we stoppen bij een kapelletje, dan stoken we altijd een kaarsje. Altijd een kaarsje. Ja. Een kaarsje, ja. Ja, nou dat is...
kunnen mee even rusten en dan mee ja. Knaststoken. Dat is een mooie gewoonte, hè? Ja, zeker. En er zijn genoeg kapelletjes hier in de buurt, of niet? Oh, nee, wij hebben een heel schort. Ja. Een Oorschot, dat weet ik ook wel. Een Oorschot, ja. En in Gimonde, oh, Gimonde ben je er al geweest, dat is ook een mooi. In Gimonde zijn we ook al geweest, ja. 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 Maar je kunt ook wel een kasker aansteken, dacht ik. Hè. Bij ons aan de kapel, er worden heel veel kaarsen opgestoken. Heel veel, ja. Ja, nou. Ja, komt. Ja, voor gelovige meer, mensen. Als in die kerk, hè? Ja, ja, je kunt er makkelijker binnen, hè? Ja. Ja, je blijft zo lang als je wilt. En, ja. In de kerk, dan moeten we voor het kartjes verholen als we erin willen. Dus, ja, dat kan nou eigenlijk allemaal niet. Nee, hè? Het zit allemaal rare regels gevonden. Ja, een rare tijd, ja. Ja. Maar ja, wij houden ons eigenlijk nog aan de regels met daar in de kerk en zo. Hè? Dat doen ze dan, ja, althans niet zo als hier. Nee, nee. Een beetje dom. Beetje dom. Dat vind ik ook. Ja, vind ik ook. Ja, dan lost het niet meer op, hè? Hij mag er wij weer in dan? Ja. Kijk. Ben geweest? Ja. Hij is mee geweest, maar waar is hij naartoe geweest dan? Naar de dierenarts. Naar de dierenarts? En naar de hoefsmid en de tandarts. Oh, kijk, okay, maar er is toch niks mis met hem? Nee. Gewoon een controle? Gewoon controle. Controle, hoor. Ja. Zo, hoe oud is hij of hij of zij? Ik heb het nog niet gezien. 18. 18, ja. Dat is een hei. Oh, dat is een hei. Kijk eens aan. Mooi paard, hè? Ja. Ja, vind ik wel. Ja. En die heb ik puur voor plezier, zeg maar. Ja, daar rijdt zij op, hè? Oh, ze rijdt erop, ja. Ja. En doet ze wedstrijden mee ook? Nee, ik doe niet aan wedstrijden mee. Nee. Oh, gewoon voor plezier. Gewoon voor plezier, ja. Recreatie. Ja, zeker. En zie je dat je nog meer hebt, hè, door... Ja. Een stuk of een ponyke? Pony, ja, van mijn kleindochter. Oh. Aha. Die andere die is ook van ons, die bruine. Ja. Die wordt ook gereden. Dus het zijn allemaal luxe paarden, geen werkpaard. Hè? Nee. Ja, en daarachter zat er nog eentje, een kleintje, Shetlander. Ja. Oh ja, die witte. Ja, dat is de mascotte van onze wei. Oh, kijk. Die is al 2,33. Zo. Ja, echt hoor. Ja. Ik wist niet een paard. Hoe oud kan een paard worden maximaal? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Ja. Het zal er vanaf hangen, hè? Hoe en waar. Ja, hoe gezond ze zijn. Ja, dat is net als met mensen. Hè. Als ze in één keer iets kunnen krijgen, dan. Ja, ze zijn niet allemaal even sterk. Nee, daarom. Nee. Maar. Jullie handelen er een beetje in? Nee. Puur voor puur plezier. Voor onszelf. Ja. Ja, maar je moet toch een waai hebben en zo. En, maar die hebben wij al 20 jaar, denk ik. Ja. En gaan ze s'winters de stal in of blijven ze gewoon of daarin? Ze blijven altijd buiten. Ze mogen zelf kiezen. Ze kunnen de stal in, ze kunnen buiten. Ja. Dus ze mogen zelf weten waar dat ze vertoeven. Ja, dan. Dus ze hebben de keuze. Dan denk ik dat happy paard zijn.